Ja, Elmo, dit moet een teleurstelling zijn voor je. Ja, grote teleurstelling. Zo wil je je competitie weer niet beginnen en je pakt weer 0 punten en ja, dramatisch. Ja, en dan het doelpunt van hun, daar valt dan weinig aan te doen. Maakt dat het extra frustrerend dat je hem zo binnen schiet? Ja, ik bedoel, we begonnen heel goed, vond ik. Ik denk dat er helemaal niks aan de hand was. En ja, nou ja, hij schiet hem heel goed binnen. Ja, Timon kon er verder niks aan doen, maar het is wel frustrerend dat dat eigenlijk hun enige kans tot dan was. En hij gaat er gelijk in en dat is gewoon, ja, dat maakt inderdaad wel extra zuur, ja. En dan veert iedereen op, want Van maakt de 1-1, denk je. En dan komt die VAR om de hoek kijken, dat moet dan ook wel, ja. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Ja, wat moet je daarvan zeggen? Ja, ja, blijkbaar was het gewoon geen geldige goal, dus ja, ik kan er verder niet heel veel van zeggen. Het voordeel is wel, als je de eerste wedstrijd verliest, dat er nog 33 volgen. Wat moet er beter in de volgende wedstrijden? Meer kansen creëren, meer druk vooruit, rustiger aan de bal zijn, spelen naar het moment toe in plaats van de hele tijd de beslissende paas willen geven. Is het dan ook nog lekker dat vrijdag al die volgende wedstrijd is? Dat je niet echt een week hoeft te wachten, het kan ook zondag zijn. Ja, lekker, lekker. Ik had liever vandaag gewoon gewonnen en vrijdag weer gespeeld. Lekker, ja, ik weet niet of het lekker is.